Goedemorgen. U kijkt naar het weergenaal van weerplaza.nl. Veel wolken vanochtend boven Nederland. Dat hebben we te danken aan een zwakke storing en de koude bovenluchten en daardoor veel buien boven ons land. Die buien die laaien de komende ochtend juist weer wat verder op en vanmiddag zijn ze op hun hoogtepunt met dan verspreid ook wat hagel en onweer. Lokaal kan ook wat natte sneeuw voorkomen. De wind die is meest westelijk en matig tot aan zee vrij krachtig of krachtig van kracht. En de maximumtemperaturen liggen vanmiddag zo rond een graad of 8 of 9. En daarmee is het ronduit fris voor de tijd van het jaar. Vanavond dan houdt de buigheid nog enige tijd aan. Wel komen er wat vaker opklaringen voor. En de temperatuur die daalt naar waarde zo rond 6 graden. De westenwind die blijft doorstaan. Die zwakt wel iets af, maar is alsnog veelal matig van kracht. En later vannacht wordt die in het binnenland meestal zwak of matig ook morgen zijn we nog niet van de buien af. Dan opnieuw de buien met kans op hagel en onweer. Het is ronduit fris voor de tijd van het jaar met dan 7 tot 9 graden als maximum. Op de Wadden is het misschien nog een stukje frisser. Op koningsdag dan gaat het weer iets vooruit. Dan zijn er wat vaker opklaringen, maar ook hebben we dan nog wat buien. De temperatuur in de middag dan 9 of 10 graden en de wind is dan iets minder aanwezig en is dan meest westelijk of noordwestelijk, windkracht 4. Ook in de dagen daarna nog buien, ook dan soms nog hagel of onweer. Maar richting het weekend dan gaat de temperatuur geleidelijk weer wat verder omhoog. Mijn naam is Wilfred Jansen van weerplaza.nl.